Dit is Ben Rousseau en we zijn vandaag bij de dag van 1000 culturen. Vandaag wordt het cultuur- en sportseizoen feestelijk geopend. Ga je mee? Duizend culturen hier. Ah, ik zie heel veel cultuur. Ik zie die man kijken. Ik denk, hé, ik ken die vrouw ergens van. Ja, man. Ik ken jou ook, vriend. Wie is dat, de allerslimste man van de hele wereld? Yes, jouw papa. Natuurlijk zijn er ook kraampjes met informatie van organisaties en sportclubs in de buurt. Er zijn volop activiteiten op het Anton de Komplein, Belmer Park Theater en het CBK. Wij zijn van Open Atelier Zuidoost en dat zijn 60 ateliers in de voet van Echtenstein en in Kruidberg. Dus daar werken allemaal verschillende kunstenaars en ontwerpers en architecten en fashion designers. En ik heb vandaag een hele kleine selectie van werk van een aantal van die kunstenaars meegenomen. De Open Ateliers, die club bestaat al sinds 1993, dus al meer dan 20 jaar. En dat waren een groepje Belmer-based kunstenaars die gingen van sloopflat naar sloopflat. In tijden dat alles verbouwd werd, hadden ze steeds tijdelijke werkplek. En dat hebben ze zo lang volgehouden dat ze in 2005, toen de verbouw van de Belmer een beetje klaar was, vaste ateliers in Kruidberg en in Echtenstein hebben gekregen. And without having to move your lips, you told me that you loved me and that it was safe for me to surrender. See, reason why I couldn't fall asleep next to you is because I knew that my heart would adjust to yours and our dreams would... Mijn inspiratie denk ik dat ik vooral haal uit mijn omgeving. Mijn familie, mijn vrienden, mijn vriendin, school as well. Ik doe docentopleiding. En daar word je wel blootgesteld aan bepaalde situaties die wel inspiratie kunnen opleveren. Als je daar voor de klas staat met kids en je brengt ze enige vorm van wijsheid bij. Als je daar wel inspiratie uit kan halen. Het eerste echte optreden was in Harlem, New York. Op een high school, dat was echt bikkel enig wel. Enigszins wel. Omdat vooral, ik schrijf Engelstalig en dat is hun moedertaal, Engels. En het is een ander ding dat je hier staat in Amsterdam, in Nederland, een Nederlands gedicht voordragen. Iedereen begrijpt je. En als je daar staat, begrijpt iedereen je ook. En dan moet je wel ergens over praten. Ik ben visual artist. In mijn, let's say, artiestennaam is Irish. En ik doe aan fotografie, animatie, filmmaken en een combinatie van alles bij elkaar. Heb je een bepaalde stijl? Heb ik een bepaalde stijl? Ik weet van mezelf dat mensen mijn stijl herkennen. Ik weet het zelf niet te beschrijven. Maar ik weet wel dat het altijd wel Afrikaans geïnspireerd is. Zeg maar, ik ben echt... Ik heb wel een kenmerk. Ik gebruik altijd donkere modellen. Dat is wel iets. En ja, altijd is er wel een soort van Afrikaanse invloed erin. Daarvoor bellen mensen mij ook, omdat ze weten van, hey, als ik Fana bel, als ik haar vraag voor dat, dan krijg ik dit als resultaat. Is Zuidoost er klaar voor? Ik weet het zeker. Legato, ik weet het zeker. Hij is dan wel de beer, maar deze kinderen zijn vandaag de baas. Hij is van de beer. Hij is van de beer. Hij is van de beer. Leuke optredens gezien, heel veel talenten. Zuidoost is rijk aan talent. Heel veel jongeren die hun ding hebben gedaan vandaag. Ik heb onder andere gewoon in het andere tent gewoon wat voor de oudere generatie heb ik muziek gezien. Ik heb hier voor de jongeren heb ik dans gezien. Ja, de jongeren zijn eigenlijk gewoon de toekomst en we moeten ons zeg maar daarop focussen. Hier komt ze bil. Hier komt ze bil. Hier komt ze bil. Hier komt ze bil. Paardje hop, 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 paardje hop.
Dit jaar verzorgt World of Food voor verschillende gerechten over de hele wereld, van Afrika tot Indonesië. Ja. Wat is nou echt een lekker Antilliaans gerecht? Alles is lekker hier, van Chinees Antilliaans. Als ik eentje moet kiezen, ja, lekkerste, wat is uw favoriet? We noemen saté met patata. En dat is? Gebakken aardappelen met saté en de beste satésaus van de hele wereld. En dat moeten we proeven waar ook alweer? Bij Johnny Chinese. De Indonesische keuken, wat moet ik me daarbij voorstellen? Oh, oké, okay, hi. We hebben een bami en we hebben een hoedjak. Hoedjak, wat is dat? Hoedjak is een food salade. Met palmsuiker en tamarinde en lombok. Lekker. En lombok, ja. Het is een street food, zeg maar, in Indonesië. Waar je kunt overal kopen op straat. Okay. En is het ook een beetje gezond? Heel gezond, want dat gaat over fruit. Okay. En waar kunnen we u binnenkort vinden met het Indonesische eten? Indonesische straatfood bij World of Food bij Develsteen garage. Ik heb alle soorten pannenkoeken, je noemt het maar, ik heb het. Noem eens iets gek. Nou, ik zou je zeggen, ik wou eigenlijk de pannenkoeken weer een beetje meer naar de klassieke terugbrengen. Dus als je normaal gesproken naar een pannenkoekenhuis gaat, dan krijg je zo'n hele dikke pannenkoek. Dus ik doe geen dikke pannenkoek en ik rol mijn pannenkoek. Kijk maar, hij is mooi gerold. This is African kitchen. African kitchen, and what do you eat? This is plantain, dodo. We call it dodo. Dodo. And it tastes this good? Is, yeah, this is akara. Akara. And this is yam. Yeah. You know yam, eh? Yam tuba. Akara. Akara. Yes. Mm. I hear your akara is very good. Is that okay? Dank u wel. Is helemaal lekker, ja. Jij bent de kok? Ja. Okay. Ja. Wat heeft u nog meer? Ik heb akara, ik heb bakbanaan, yeah, en ik heb Afrikaanse yam. Okay. En ik heb vis. Okay. En wat is akara? Akara is maak met bonen. Okay. Ja, black eye bonen. Zwart eibonen, ja, met spices, ja, shrimps en paprika. Al dat lekkere eten, ik krijg er honger van hoor. Ik ga binnenkort wel echt proeven. Een graffiti schrijver. Ik wil wel knallen, eruit springen, een eigen piece zetten. Ik heb zei vervolgens, maar je maakt toch hele andere dingen. Ja, maar dat zijn mijn roots, dat is mijn school, dat is mijn mentaliteit. En ik heb elementen meegenomen naar mijn volwassen werk. Lef hebben om iets wel te doen en niet bang te zijn. Oh,
heel leuke dag, heel leuk georganiseerd. Er is echt een beetje vorm in. Ik ben blij om het zo te zien. Nou, ik heb heel veel culturen gezien. Dat is Zuidoost. Zuidoost biedt heel veel culturen. Daar mogen we ook trots op zijn. Waarvan heeft u dat genoten? Alle muziek, pastijtjes, sport gevonden voor mijn zoon. Ik ga zo een demo laten zien daar. En dan doe ik verschillende dingen. Zoals een voorwaartse trap, zijwaartse trap. En dan... ja, en stoten. En eigenlijk zit er zo'n beetje bijna alles in wat we hebben geoefend. Dylan is een jongeman van 13. Let op, maar, er komt geen jongeman, er komt een jonge dame. Dylan doet schoonspringen. Schoonspringen, wat is dat? Duiken en salto's van een plank af of van een toren van 10 meter. En hij is nu 4 keer Nederlands kampioen geworden. En nu heeft hij deze vakantie het EK meegedaan. En nu is hij in het WK in Rusland. Dus daarom ben ik hier om zijn prijs te ontvangen. Nou, dat is wel een heel goed excuus. Dylan Vork is uitgeroepen in Amsterdam Zuidoost tot sporter van het jaar. Nederlands kampioen 13 jaar. Hij heeft al een nominatie van de NOC-NSF. Heel uniek voor een 13-jarige. En op dit moment heeft hij de beste reden, denk ik, voor de sporter van het jaar om afwezig te zijn. Hij is bij het WK. Eén applaus voor Dylan. Jij staat hier omdat jij en je clubje een geweldige prestatie verrichten. Jullie zijn vrijwilliger. Jij bent voor ons vrijwilliger, mag je zeggen. Ja, ja. Jij bent voor ons vrijwilliger van het jaar. Wat doet Tini? Tini verzorgt al 10 jaar de zwemactiviteiten voor senioren. Dat zijn mensen met een beperking. In Vensterpolder, in het bad van Mithiel Titiel. Dat is een warm bad. En zij zorgt ervoor dat al die mensen ook echt letterlijk in een warm bad komen. Een deel van de deelnemers is heel sociaal geïsoleerd. Die komt bijna niet het huis uit. En dit is voor hun het wekelijkse uitje. En jij zorgt daarvoor. Maar heb ik iets vergeten? Nee, helemaal niet. We hebben gewoon een hele gezellige club. Eén applaus voor Tini! Ik maak mode-accessoires voor dames en heren. Van leer en stainless steel voor de heren. Hier zijn mijn dames mode-accessoires die ik zelf heb ontworpen. Leer, verschillende soorten leer, harig leer, plat leer, gevlochten. Ik ben eigenlijk altijd creatief geweest. Ik vond het leuk om dingen te maken. En ik ben eigenlijk een beetje op zoek geweest naar mezelf, van wat vind ik leuk, hoe wil ik creatief zijn. En toen ben ik eigenlijk naar Parijs geweest. En ik wilde kleding gaan ontwerpen, tassen, mode ligt heel dicht bij mij. Ik hou erg van fashion. En bij Première Fashion eigenlijk kwam ik Moda Mon tegen met allerlei modeaccessoires. En daar ben ik eigenlijk een beetje in love gevallen met sieradenontwerpen. En zo is het eigenlijk gekomen. Hier, rechts van mij, links van u, staat de echte Etienne Sandel. Etienne, jij bent oprichter en op dit moment ook voorzitter van de Amsterdam Marshals. Dat is een hele actieve honkbalvereniging in Zuidoost. Jullie hebben sinds kort je eigen plek in het Bijlmer Sportpark. Jullie spelen waanzinnig goed. Jij begeleidt, heel jouw ziel en zaligheid zit in die club. Etienne, kun jij iets vertellen over de Marshals? Het is een godswonder wat mij betreft. Die bestaan nog echt met echte toegewijde mensen. Als ik een prijs in ontvangst mag nemen, dan staat daar een coach die wat mij betreft coach van het jaar is, Victor Araya. Maar ook onze vrijwilligers die gewoon elke keer weer klaarstaan voor dit soort evenementen, voor de competitie, voor scholentoernooien, voor clinics, noem het maar op. Ik ben heel trots op wat wij hebben neergezet met z'n allen. En jullie gaan nog zeker meer van ons horen. Wat is Marshals voor club?
Het is een club die jeugd opleidt. Deze jongens die gaan, daar gaan zeker de helft van hoofdklasse spelen over 10 jaar. Waar komen ze vandaan? Allemaal Zuidoost. En komen ze af en toe nog op school? Ze komen allemaal op school en ze komen allemaal op de training. Volgens mij zijn er ook nog een paar uitblikkers op school, heb ik gehoord. Er zitten zeker wat hele slimme jongens bij, maar ja, topsporters zijn vaak ook hele slimme mensen. Wij willen een groot applaus voor jou. Zou jij de beker willen aanreiken? In het dagelijks leven in Zuidoost, hoeveel vermenging vindt er plaats? Leven culturen echt met elkaar, langs elkaar, naast elkaar? Hoe zit dat in Zuidoost? Culturen in Amsterdam Zuidoost mixen niet en dat is slecht voor de onderlinge verbondenheid. Ik vind dat we helemaal niet mixen. Ik vind dat we wel veel doen, maar het kan beter. Ik organiseer activiteiten op het gebied van kunst en cultuur vanaf 1991. Maar ik heb bijvoorbeeld nooit in mijn programma in al die jaren, heb ik bijvoorbeeld Afro-Surinamers gezien als publiek. Ik denk niet dat we zo moeten praten. Ik denk dat het erom gaat dat er belangstelling moet komen voor elkaar. Op het moment dat we zeg maar, samen moeten gaan werken en ook van elkaar kunnen leren, dan komt dat toch nog niet echt tot stand. Ik zie bij allerlei andere organisaties hier in Zuidoost, het is dus iets wat aan het veranderen is. En die belangstelling moet van beide kanten komen. Wat ik zie is dat mijn ouders generatie, inderdaad vaak nog denkt in termen van etnische hokjes, scheidslijnen. Dat is eigenlijk gewoon de verdeel- en heerspolitiek die ik nog hoor uit de jaren 50, 60. Als je kijkt naar de basisschool in Amsterdam-Zuidoost, ik zie dat die scheidslijnen een beetje aan het vervagen zijn. Ik denk dat de jongere generatie voorbij die grenzen denkt. Ik denk met Michel eens dat gewoon de jongeren die gaat dingen veranderen. Want die oudere generatie die denken nog steeds in die hokjes en wij denken gewoon aan beide die hokjes. Ook de senioren zijn hoogspelend bij AWTV. Dus en het unieke aan korfbal, als u het nog niet weet, is dat jongens en meisjes, dames en heren, samen spelen. De A1 van de korfbalvereniging AWTV is landskampioen geworden dit jaar. Dus dat is wel even een applausje waard, denk ik. Remco, ik ga het heel kort houden, dus ik weet dat je ook niet heel graag iets gevraagd wilt worden, dus ik ga hem alleen even overhandigen, alsjeblieft. Applausje! Wave City. En je naam apart? Chi. Wesley. Shay. En hoe lang dansen jullie al? Ik zelf ongeveer 8 jaar. En als een groep? Als groep? Wow. Halfjaartje? Ja. Oké, mooi. Maar wat jullie dansen daar eigenlijk? Van alles. We doen van alles. House, hip-hop, locking, b-boying, echt van alles. Zit erin. Zit erin. We zijn juist gewoon daardoor allemaal bij elkaar. Snap je? Dus gewoon house, hip-hop. Crème de la crème. We zijn bij elkaar. Er was een dansbattle. Er zijn verschillende culturen op het podium geweest die hun cultuur hebben uitgedragen. Vond ik heel erg goed. Ik vind het een goed initiatief om de verschillende culturen dichter bij elkaar te brengen. 1, 2, 3, 4 en follow. Eén keer. Nog een keer. 1, 2, 3, 4. Netjes. Nog een keer. Goed zo. Oké, gaat de goede kant. We gaan weer dit keer slaan. Ja, zolang ik aftel, sla je 3 keer. Ja? Hoe gaat die 3 keer? Bam, bam, bam. Toch? Toch? Laat me door. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam.
Maar ik kan met je praten, misschien een beetje flirten. Je kan voor me draaien, misschien een beetje twerken. We proberen te verleiden en ik zie je lukken. Ik kan gewoon een zomer krijgen, maar wil je haar bij me luchten? Ik doe mijn best en God doet de rest. Ik wil naar een plek, eentje zonder stress. Groei, zweet, groei als een gek. Ik kom samen met mijn vriendin, verkopen wij Afrikaanse kleding, accessoires en nog meer. Verzin het maar en we verkopen het. Hoe lang duurt dit al? Bijna 2 maanden. Voor waar heb jij inspiratie vandaan gehad? Inspiratie hebben we vooral uit Afrika, maar ook overal nergens. Eigenlijk waar we lopen zien we wat en denken, oeh, nice. En dat proberen we te verwerken in wat we maken. Dus je gaat zo een beetje wel met de tijd mee, maar dan met Afrikaanse elementen. Precies. We bring Africa back, maar een beetje met 21ste eeuw. Zijn we er klaar voor? Ja! Ik tel op 3. 1, 2, 3. Ja! Dat bedoel ik. Oké, top. 3 juryleden. Een Franse, 2 Nederlanders. 1 kennen jullie. 1 van de Nederlandse pionier. Hip-hop. Geïntroduceerd in Nederland in de jaren 80 en 90. Jullie kunnen lessen bij hem nemen. Esteka Noya is een van ze. Ze gaan zo meteen een demo geven. Dan kunnen jullie zien hoe goed ze zijn. Six in the morning, at the dawn, now I'm yawning. Wipe the cold out my eyes. See who's this page of me and why. It's my nigga Pop from the barbershop. Told me he was in the gambling spot. Clap your hands, clap your hands, clap your hands. Wanna stick me like fly paper, baby. Come on now. Slow down, love, please chill, drop the paper. Remember them niggas from the hills up in Brownsville that you rode back with the home under the cat night. Shack, rack, me, shack, in the bendigo. In the furnace with guest hosts, in the cinder flow.
Hot to the 30 degrees, you couldn't throw in your accents. I'm not really concerned. Rock the planet, third rock from the sun. Next clock got it, but the job's not done. We don't believe the hype, now why you lying to the kid? You sell more wolf tickets than drink no pigs. I walk by faith, not by sight. A great wise man, a prime ice. Noah had pizza, champagne and David. Jonah spent 3 days in a belly of a from Libya, from Amsterdam. I like you, Amsterdam. I like you for music. Yeah. We are hearing the noise and the things. Okay. And I've checked also in the internet that there is 1,000 cultures a day. So I say, why not trying to come here? Have you seen 1,000 cultures? Yeah, we see the last one. It was very nice. Yeah, they. Culture here also. Yes. Where do you come from? I come from Slovenia. Okay, nice. Say you? Griekland. Okay. Griekland. And you live together? A lot of culture together. Goedenavond, Zuid-Oost! Wij zijn de muziekformatie Black Harmony, vlak hier uit Amsterdam, Zuid-Oost. We kunnen gooien. Ik geniet van alle optredens die er zijn, zo meteen als laatste Kenny B. Helemaal. Ja, er zijn heel veel mensen hier. Heel veel mensen zijn daarvoor hier, dus dat werkt altijd wel. En daar wacht ik eigenlijk op. Ondanks het nu al best wel frisjes is geworden en ik geen jas bij me heb, wacht ik er wel op. I'm a lady. Na. Oh, oh yeah. Dit was Belmer en Zo bij de Dag van 1000 Culturen van 2014. Ben jij er volgende keer ook bij?